Met de start van het bouwrijpmaken vandaag zien we een transformatie van een weiland naar een woonwijk van 1650 woningen. Een ontwikkeling die de komende 10 jaar niet stil zal staan. Wilt u van de ontwikkelingen van het bouwrijpmaken van de Zeeoldenwijk op de hoogte blijven en weten welke type woningen hier gebouwd worden? Ga naar www.zeeoldenwijk.nl en meld je aan. Vandaag zijn we gestart met het bouwrijpmaken van de Zeeoldenwijk, de eerste fase. En deze eerste fase dan starten we met het ontgraven van de grond en de klei die hier zit. Die verwerken wij op de kavels waar straks de toekomstige woningen en de tuinen komen. En op de plek waar de toekomstige wegen komen, daar zijn we momenteel het zand aan het rijgen. En het zand wat erin komt in de eerste fase is ongeveer 100.000 kuub aan zand. Dat wordt aangevoerd vanuit het IJsselmeer en wordt hier in de cunetten verwerkt. Straks in het voorjaar worden de kabels en leidingen aangebracht en ook het rioolstelsel. En dan, als alles mee mag zitten, dan hopen we rond de zomervakantie dat dan de eerste woningen gebouwd gaan worden.